Welkom bij Kleurrijk Koken, een programma waarin Nijmegenaren met een migratieachtergrond ons gaan inspireren met hun eet- en kookcultuur. En dat doen ze telkens met lokale seizoensproducten. Voor deze keer hebben we gekozen voor de Syrische keuken met een hele bijzondere gast. Het is een geliefde moeder, een partner, een schrijfster, een onderneemster en zelfs begonnen met een opleiding, waarbij je telkens de vraag stelt hoe doet ze dat allemaal. Maar voordat we naar onze gast gaan, eerst even iets meer over deze bijzondere locatie. Zo aan de rand van Nijmegen ligt de Ooipolder. Een stukje grond met zeer rijke geschiedenis. Vooral hier, waar een groepje mensen met een hele mooie missie begon mensen met verschillende achtergronden en afkomsten met elkaar te verbinden. Door samen te werken op het land. Welkom op het land van Ooi. Het zijn multiculturele volkstuinen in die zin dat we proberen, dat is een vereniging die probeert mensen met een verschillende culturele achtergrond hier bij elkaar te krijgen. Die verbouwen voor een deel hun eigen producten, doen ook heel veel dingen samen. Dus het is een manier om te binden, te verbinden, om mensen bij elkaar te brengen door middel van een tuin, door middel van de natuur. Als ik hier kom, denk ik, er gebeurt hier wat anders. Hier voelt het meer als natuur, niet meer als een echte boomgaard. Daarachter met de hooie gekwetterde vogels. Alles is onbespoten, er wordt niet met kunstmes gewerkt. Ik doe wel iets wat ik heel leuk vind en wat ook goed is voor mij. Dat is gewoon het maaiwerk. En dan moet je wel voorstellen, dat gaat om 1,2 hectare. De helft is grasland en dat maai ik dan. En daar ben je zo'n 6, 7 uur mee bezig. Dus dat is heel erg zen en dat doe ik met heel veel plezier. En daar zie je al die hoge flatgebouwen. De stad is heel dichtbij. Maar de natuur ook. De bijen zijn daar, de wind is er, het fruit. En dit is echt een hele mooie plek om te zijn. Dus ik vind het heel leuk om op die manier allerlei mensen weer bij elkaar te brengen. En het werkt echt heel goed. Het is boven verwachting. Oké, Daad. Wat gaan we vandaag maken? Nou, wij gaan vandaag 3 gerechten maken. Oké. Eerst gaan we groenten grillen. Hiervoor heb ik gelukkig op het land heel veel groenten kunnen vinden. Die citroentjes na. En daarna gaan we hummus maken. Dus gepureerde kikkererwten. Kikkererwten, ja, die zijn hier. Mensen. Ja. En uiteindelijk gaan we salade maken. Hele simpele salade. Oké. Zoals we dat vroeger thuis deden bij mijn ouders in Syrië. Ja. Ik ben Daad Kayo. Ik kom oorspronkelijk uit Syrië. Ik ben 45. Ik ben gelukkig getrouwd met Gabi. We hebben samen 2 kinderen, 2 pubers. Het gaat goed in ons leven. Ik ben in het noordoosten van Syrië geboren, heel dicht bij de grens met Irak en Turkije. Dus in het platteland, in kleine dorpjes die heel dicht bij elkaar waren met heel veel Assyriërs. Dat noem je meer de dorpen van Gabur-rivier. Mijn man die komt uit het platteland ook, dus uit hetzelfde gebied. Wij kennen elkaar en de families kennen elkaar en dat is een hele lange geschiedenis. Wat moet er gebeuren? Nou, groente grillen, dat komt natuurlijk ook vooral omdat mensen heel graag barbecuen, zeker als het mooi weer is. Je kan echt bijna alles grillen. Kijk, we hebben bijvoorbeeld aubergientjes hier. Ja. Paprika kan je grillen. Aardappelen. Aardappeltjes heb je. Ja. Ja. Je kan courgetten grillen en dan ga je dat snijden in plakjes. Ja. Of ronde plakjes, lange plakjes. Maakt niet uit wat je voorkeur is. Ik breng een laagje olie altijd eroverheen met wat zout. Okay. Want dan neemt het zout de tijd om in de groente te komen. Okay. Dan stop ik dat of in de oven of in een houten oven. Ja. Het kan op de grill. Maakt niet uit. Jij kan het gewoon. Ik heb dat zelfs geprobeerd in zo'n tosti-apparaat. Tosti-apparaat? Ja. Hey, en dat is allemaal mogelijk. Okay. Nou, heb je het gedaan, ben je klaar, dan kan je je bezighouden met het voorbereiden van het sausje. En daar zit het geheim van de smaak in het sausje. Die gaan we straks bespreken. Maar laten we eerst even beginnen. Ja. Met de groenten. Moeten die geschild worden? Of? Nee, dat hoeft niet. Voor de aardappelen heb ik een speciale manier van snijden. Dat laat ik ook zien. Is heel leuk, heel mooi. Heb ik laatst ook ontdekt. Het belangrijkste is dat je dit stukje eraf snijdt. Ja. Nou, je hebt dat in bepaalde culturen. Heb je mensen die dit ook nog eten. Okay. Ik doe dat persoonlijk niet. Ik vind dat bitter. Dan heb je ze gesneden. Leg je ze in de plaat alvast. Ja. Ik ben een aantal jaar geleden begonnen samen met mijn partner en een bedrijfje. Een cateringbedrijf. En dat was vooral om kookworkshops te geven aan mensen. Dat ik daarvoor heb gekozen was niet voor niks. Maar het is zeker omdat ik het heel erg essentieel en belangrijk vind hoe wij omgaan met onze voeding.
En daarom ben ik gaan kijken naar wat zijn de dingen die ik zou kunnen doen om iets te betekenen voor het milieu. Een van de dingen is de voeding, hoe je dat voorbereidt, hoe je omgaat met de natuur, met de planten. Minder vlees eten, het liefst geen vlees. Snij het zo open. Zo. Die draden moeten weg. Ja. Nou, dan heb je zo'n plat stukje. Ja. Dat kan je makkelijk grillen. Oké. Tomaatjes, die hoef je helemaal niet te snijden. Die kan je gewoon zo in de plaat doen. Waarom je dan kleine tomaatjes moet kiezen, komt dat doordat de groenten die je hebt gesneden, de plakjes, die kunnen heel snel gaar zijn, terwijl zo'n tomaatje van binnen nog grauw is. En dat is niet de bedoeling. Ja, precies. Aardappeltjes? Aardappeltjes. Die hebben een hele leuke manier om gesneden te worden. Kijk, ik geef je deze stokjes. Ja. Hoe noem je ze? Chinese wokstokjes of wat is het? Chinese? Ja. Nou, dan pak je die twee zo. Ja. Dan zet je ze naast de aardappeltjes. Ja. Voor jou. Je hoeft ze niet te schillen. Wel is het belangrijk dat je ze wast. Oké. En dan ga je hele dunne plakjes snijden. Ja. Dan kom je tot de stokjes en dat helpt dat je niet verder doorsnijdt tot het einde. Dan zie je en dan blijven al die plakjes die blijven aan elkaar plakken aan de onderkant. Oké. Nou, de dikte mag je zelf bepalen en dan krijg je zo'n accordeon vorm. Accordeon, ja. Hey, kijk. Nou, de bedoeling is dat we nu de groenten gaan insmeren met olie. Oké. Dan doen we ook wat zout erbij. Ja. Dan gaan we gewoon zout eroverheen doen. Ja. Ja. En dan hebben we hier oregano. Kijk. Nou, in zo'n kommetje kan je olie doen. Ja. Het liefst olijfolie. Ja. En dan doe je een beetje oregano erdoorheen. Oké. Als je dat hebt gedaan, kan je het goed mengen. Ja. Nou, dan heb je zo'n... een soort sausje voor in de oven. Dat is anders dan het sausje van daarnet die we gaan doen. Dan ga je het zo heel rustig insmeren. Oké. Aan beide kanten. Dat is puur dat het niet aanbrandt. Ja, precies. Ik grill de groenten op 200 graden, zodat dat langzaam aan gaat. En dan heb je 20 minuten nodig. Ja. Maar je kan ook nog tasten van, oké, het is nog niet helemaal gaar. Soms heeft dat een half uur tijd nodig. Je doet ze allemaal tegelijk? Ja, ik doe ze allemaal tegelijk. Oké. Ja. We gaan een schaal in de oven doen en we gaan ook een schaal daar op de gasbarbecue doen. Ja. Oké. Nou, dan gaan we ze dan even erin doen. Oké. Ja. Is goed. De Assyriërs zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gevlucht naar Syrië vanwege de omstandigheden en de oorlog. Ze hebben zich kunnen vestigen aan de oevers van de Gabor-rivier. En dat was dus hun leven. Op een gegeven moment gingen ze, het was helemaal droog. Ik kan je voorstellen, het was echt een woestijn. Binnen een paar jaar hebben ze alles groen gemaakt, want ze houden van groen, Assyriërs. En dat was de bron van hun leven. En we gaan nu het sausje maken, een speciaal sausje voor jou. Ja, en daar zit het geheim van de smaak in. Voor de saus heb je zout nodig, een beetje azijn, citroen, komijn, gemalen komijn en olijfolie. Maar voornamelijk dan de knoflook. Hier zit de smaak in. Oké. En de peterselie. Peterselie. Naast peterselie kan je ook nog koriander gebruiken, maar dan doen we twee verschillende soorten saus. Oké. Wat je kan doen, je begint eerst met snijden. De peterselie is goed gewassen. Ik doe dat altijd wassen met water en azijn. Oké. En dan krijg je ze na 5 minuten goed schoon. Dus je snijdt heel fijn. Heel fijn, ja, ik zie het. Ja. Nou, dan gaan we dit in de vezel doen. En wat je kan doen, zodat ze niet glijden en terugspringen, kan je wat zout eroverheen doen. En rustig eerst persen. Oké. En dan zal ik het doen even? Kloppen. Alsjeblieft. Ja. Bepaalde gerechten moet je de knoflook snijden in plakjes. Ja. En dat heeft dan een andere werking, een andere smaak. Ja. Persen heeft een andere werking. Ja. En je hebt ook nog zo'n pers die de meeste mensen thuis hebben. Die geeft weer een andere smaak. Een andere smaak. Ja. Heb jij heimwee of denk je, ik wil ooit een keer terug? Nee, dat is niet meer het geval voor mij. Het is meer dat ik stil raak als ik aan Syrië denk. Ja. Want met praten en huilen, en daar bereik je niks mee. Je moet gewoon, ik heb leren omgaan met de situatie in Syrië. Ja. Je hebt wel veel familie daar nog, denk ik, of niet? Niemand meer. Niemand meer? Het hele dorp, dus al die Assyriërs die daar woonden, zijn gevlucht. Ze zijn allemaal gevlucht. Ze zitten in het buitenland. Allemaal? Ja. Bepaalde dingen heb ik meegenomen en ik wil ze nog bewaren. Zoals het koken, liefde voor de keuken en de hartstocht in liefde voor familie.
Hartstocht, dat ja. Dat bewaar ik en dat wil ik blijven doen. Temperament. Ja, dat wil ik nog blijven doen, ja? Altijd. De Assyriërs, dat is een hele kleine gemeenschap. Ze wonen in diaspora overal, maar ze hebben bepaalde eigenschappen die ze nog niet zijn verloren. Ze vasten voor Pasen. En wat ze doen tijdens het vasten, dan gaan ze 49 dagen lang alleen maar plantaardig eten. En dat heeft mij altijd gefascineerd, maar ik heb er nooit mee gedaan. Alleen nu ik bezig ben met plantaardig eten of wat bewuster te gaan eten, dacht ik bij mezelf, waarom breng ik niet dat hier naartoe? En omdat ik de dingen altijd link met het schrijven, ben ik gaan zitten en al die recepten één voor één gaan schrijven. Wat gaat er nog meer in? Nou, dan komt zout erin. Oké. Dat is heel belangrijk, natuurlijk. Ja. Niet veel, want we hebben de groenten in de oven, die zijn ook een beetje... Die zijn ook gezout, hè? Ja, oké. Okay. Ja, daarom. Puur voor een beetje smaak. Okay. Nou, en dan komt de komijn, natuurlijk. Oké. Okay. En dan zou ik... Zo'n lepeltje erbij doen. Een klein theelepeltje. Ja, niet okay. veel, want anders wordt de smaak zo sterk dat hij de smaak van de groente verliest. Ja, ik wil net zeggen, komijn heeft wel een heel sterk smaak en geur, ja. hè? Ja, okay. Dus niet heel veel. Een beetje voorzichtig zijn. Nou, dan heb ik zo'n eetlepel azijn. Oké. Okay. Dat heb ik nodig. Gewoon natuurazijn. Een eetlepel, zeg maar, ongeveer. Eén okay. eetlepel. En dan komt op een gegeven moment de olie. Oké, okay, ga je gang. En hiervan kan je zoveel doen als je wil. Gewoon naar smaak lekker erin gooien. Oké. Okay. Okay. Dit wat we hebben gedaan met peterselie doen we precies hetzelfde nog een keer, maar dan met koriander. Met koriander. Dan hebben we koriandersaus en dan hebben we peterseliesaus. Of het goed. Een zeer bekend traditioneel gerecht uit het Midden-Oosten is hummus. Een gerecht dat ook in Nederland steeds populairder wordt. Niet alleen omdat het lekker is, maar vooral ook omdat het een eiwitrijk gerecht is. Een prima vleesvervanger dus. Oké, dan we gaan nu de hummus maken. Ja, ik heb altijd de kikkererwten, die koop ik... In zo'n Arabische of Turkse winkel, zo'n okay. toko winkel, echt droog. Ik gebruik nooit ingeweekte en voorbewerkte middelen. Oké. Okay. Dit gaat in een hele lange proces gaar worden. Dus mm-hmm. eerst doe je het in een pan. Okay. Je doet koud water eroverheen. Na 3 uur gooi je het water weg. Ja. Dan heb je het een beetje ingeweekt. Dan doe je schoon water erbij. Ja. Je doet de zout in en ja. dan doe je pan dus op het vuur. Ja. Je laat het koken. 10 minuten lang, niet langer. Nou, okay. Vroeger deden we dat echt urenlang. Dat ja. moest urenlang en dat is dan heel zonde van het gas, van het milieu. Ja. Dus wat ik tegenwoordig doe, ik heb zo'n thermoszak. Ja. Als mijn pan al kookt, 10 ja. minuten lang, niet langer, ja. dan doe ik de pan erin. Ja. Dan ga ik hem heel goed dicht doen. Ja. Hij kan 3-4 de hele nacht maken uit en dan kookt dat echt door. Ja. Dan kom je uren later en dan voel je eraan dat het nog steeds echt heet, heet is. Als ik het ja. uren later uit de ecostof haal, dan zet ik het weer op het vuur ja. en dan doe ik wat bakpoeder erbij. En dan okay. laat ik het een half uurtje doorkoken. Okay. Dan stop ik eventjes, zet ik dus het vuur uit en dan wacht ik tot het afkoelt. Okay. Nou, is het koud? Dan doe ik de andere ingrediënten erbij. En daarvoor heb ik verschillende kruiden nodig. Ja? Paprikapoeder, ik heb zout nodig, ik heb komijn, koriander en dat zijn allemaal okay. droge kruiden. En dan doe ik zwarte peper erbij. Ja. Maar wat heel belangrijk is, dat er ook sesamtahin erbij hoort. Sesam? Sesamtahin. Tahin. Als wij nou alle ingrediënten erbij gaan doen, ja? De kikkererwten dan. Ja? Je voegt er wat... Het is altijd goed om het een beetje te roeren, want dan zakt het dan mengt hij goed, hè? Ja. Ja. Nou, dan gaat er geen knoflook in, of? Nee, we doen ja, je kan wel knoflook in doen, alleen ja? dan heb je het nadeel is dat er dat hij heel snel gaat bederven. Ik doe het gewoon op gevoel. Ik doe okay. zwarte peper. Ja. Kan je vergelijken met een halve theelepel of ja. ongeveer wat je lekker vindt, een beetje komijn. Ja. Dan komt koriander, ietsjes meer koriander. Oké. Okay. En dan peper, okay. de paprika, mag ook. Ja, je mag ook nog peper gebruiken als je dat pittig wil hebben. Mm-hmm. Dus alles kan in de blender en dan kan je het goed malen. En dan, dan zie je aan de consistentie of, of er nog meer vocht erbij moet. Of juist dat er meer tahin erbij moet, zodat okay. het wat dikker wordt. Waar maak jij de salade van? Nou, heel simpel. Ja? Ik heb een heel simpel soort salade gekozen. Ik ja? gebruik tomaten, komkommers en feta kaas. Oké. Okay. Ja, en dan komt dan nog wat sausje erbij. Oké. Okay. Ja. Mijn boek is uitgekomen in 2012. Dat was mijn eerste boek. Het is een roman.
Er zit heel veel van het verleden in, van mijn verleden in dat boek. Hey, maar je vertelde dat je met een boek was begonnen over de oorlog in Syrië. Ja. En daar was je mee gestopt op een gegeven moment. Ja. Puur omdat het emotioneel voor je te veel werd. Ja, het was te heftig. Dus dan, ik ben bijna klaar met dat boek. Ik heb het ook nog herschreven. Ja. Maar ik ben nog niet klaar om het te laten uitgeven. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dagelijks door, zeg maar, mensen op je werk of ergens anders gevraagd wordt naar de situatie in Syrië of oorlog. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, in het begin was ik heel erg enthousiast en woedend en emotioneel. En ik moest dat laten zien. Ik heb ook periodes van mijn leven gehad waarop ik heel erg depressief werd tijdens de oorlog. Hè. Ja. Afgezien van het feit dat ik herinneringen heb en dat ik daar geboren ben en mijn leven begonnen ben. Ja. Het is gewoon een land waar mensen wonen. Nee. Ik merk dat jij heel veel dingen tegelijk doet, hè? Ja. Je studeert, je schrijft, je hebt een bedrijfje samen met je man, je hebt natuurlijk nog jonge kinderen. Is het ook een soort, heb je die drukte nodig om af en toe te kunnen ontsnappen aan de gedoe in Syrië? Of is dat gewoon je aard altijd zo geweest? Het is inderdaad een soort afleiding, dat moet ik minder gaan doen. Ja. Maar ik heb ook gemerkt dat het mij goed doet. Ja, precies. Ik zit eenmaal zo in elkaar. Ja. En je kinderen? Hoe krijgen zij de toestand in Syrië mee, de oorlog? Nou, het heeft ook met hen heel veel gedaan. Ja. Ik weet nog dat mijn zoon op een gegeven moment een week thuis moest blijven omdat hij er zoveel last van had. Ja. Hij kon niet begrijpen waarom. Wat daar gebeurt allemaal. Ja. En jullie hebben wel, zeg maar, contact onderling met elkaar als familie over de hele wereld. Ja. Dat is natuurlijk ook wel mooi om te zien. Ja. Vroeger moest ik bellen en dat kostte heel veel geld en er was heel veel gedoe. En nu zie je elkaar elke dag met beeld en geluid. En we reizen naar elkaar toe. Ik zie mijn ouders 3-4 keer per jaar. Mijn broers elk jaar. En waar wonen die dan? Mijn ouders wonen in Duitsland. In Duitsland? Spreek je met je familie dan gewoon de Assyrisch? Want in principe is die taal, jouw man vertelde dat mij, niet echt meer levende taal. Hè? Dus dat wordt niet meer op school gegeven. Ik spreek met mijn ouders, met mijn familie. Ja. Maar niet met kinderen? Niet met de kinderen. Niet met de kinderen, oké. We hebben bewust gekozen om Nederlands te spreken met de kinderen vanaf het eerste moment dat ze begonnen met praten. Ja. En je opleiding, PABO, hoe ben je daartoe gekomen om als leraar voor de klas te gaan staan op een gegeven moment? Nou ja, ik ben van huis uit ook een leraar geweest. Ja? Dat zijn mijn allebei ouders geweest, ze waren allebei leerkrachten. Ik dacht, ik ga dat nou weer oppakken, want ik wil iets doen met kinderen. Ja. Ik heb momenten gehad waarop ik dacht, oh, nu moet ik echt stoppen met dit allemaal. En dan neem ik eventjes pauze, een dagje. Ja. Niet eens een dag, soms halve dag. En dan is het genoeg. Dat is voldoende voor jou. Ja, en ik geniet ook nog op heel veel momenten. Ik wil niks opgeven, wel bepaalde dingen die helemaal niet belangrijk zijn, niet van toepassing zijn. Tradities, dingen die horen omdat andere mensen het goed vinden, dat doe ik niet. Even kijken naar de groenten, want ik zie dat dit aardig al aan het knetteren is. Oké, Daad, we hebben de hummus, we hebben de salade en we hebben de gegrilde groenten. Ja. En daar komt jouw speciale saus eroverheen. Mijn sausje. Oké. Nou, dit is de eerste met peterselie. Oké. Dit gaat eroverheen. Ja. En het is belangrijk dat dit goed met je hand. Oh, je doet het echt met de hand. Oké. Lekker ambachtelijk zo. Ja, en dan weet je zeker dat al die stukjes echt in aanraking komen met de kruiden. Waarom je de saus niet direct op de groenten mag doen als ze heet zijn, is dat de knoflook niet verhit wordt. Ah, oké. Anders, kijk, hoe kouder, hoe beter, hoe meer voedingsstoffen erin blijven zitten. Precies, anders. En dan de smaak verandert ook. En als die vers is, dan is die veel lekkerder. Oké. Ja. Zullen we de tafel dekken en met z'n allen lekker gaan zitten eten? Kunnen we doen. Oké. Okay. Wil je deze gerechten zelf maken? Kijk dan op onze website. We vinden het leuk als je ons laat weten wat je ervaringen zijn. Tot de volgende keer bij Kleurrijk Koken. RM7.